Mijn naam is Andres Laker. Ik zit nu in mijn tweede schooljaar van de opleiding Game Development en ik zit in de studentenraad. De studentenraad zijn een soort van de vertegenwoordigers van de studenten. En we zorgen ook voor leuke acties op school, maar uiteraard gaat het voornamelijk om het contact leggen met het CVB en het OR. Het CVB is het college van bestuur. Je kan hen zien als soort van de directrice en directeur van onze school. De reden waarom ik in de studentenraad zit is omdat ik mijn school niet alleen wou herinneren als huiswerk en dan lange reistijd. En het leek me ook interessant om in de studentenraad mijn persoonlijkheid verder te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren over hoe het gaat qua reglementen, dat soort dingen op school. Mijn functie op het moment is voorzitter, maar ik zit nu in de fase dat onze oud-voorzitter ook nog steeds mee zit in de vergaderingen. Onze werkzaamheden zijn dus het bijzijn van vergaderingen met het college van bestuur en het OR. Het contact leggen met onze medestudenten om te kijken hoe het gaat en ook om mee te doen met leuke acties of ze te bedenken en bij de open dagen te staan. Wat ik graag in de studentenraad wil bereiken is dat de school een fijnere plek wordt voor mijn medestudenten en als voorzitter ervoor te zorgen dat onze vergaderingen soepeler lopen natuurlijk. Ik bedoel, denk meer fijner, maar ook qua corona nu wel veiliger. Daar waren we ook eerst mee bezig met helpen hoe het ging met de pijlen bijvoorbeeld op de vloer. Wat ik zou willen bereiken is dat de school een fijnere plek wordt voor de medestudenten. Niet dat het niet nu al fijn is, maar het kan altijd uiteraard beter. We zijn bezig met kijken naar de regels, hoe het is op school, hoe het nu gaat met de tijd in corona qua online lessen. Dat proberen we ook te verbeteren. Ik zou zeker mijn medestudenten aanraden om in de studentenraad te komen, want je leert meer over hoe het gaat op school. Je leert bijvoorbeeld ook meer over je rechten op school, hoe het gaat in de studentenraad, wat voor rechten je hebt wanneer je spreekt tegen het CVB en het OR en hoe je invloed kan hebben op het veranderen van je school.